De kerstkoorts begint al vroeg dit jaar. 2 weken eerder dan normaal staan de kerstbomen al in de winkels om verkocht te worden. Bij de Praxis Megastore in Leiderdorp is dit ook het geval en staat de winkel al helemaal in de kerstsferen. Ongeveer 2 weken eerder is alles begonnen dit jaar. Ik denk dat dat toch te maken heeft met alle coronamaatregelen die er momenteel in het land zijn. Dat mensen toch meer thuis zijn en het thuis eerder gezellig willen maken. Bij de bouwmarkten is het door de coronacrisis al drukker en nu met de kerstdrukte erbij zijn de nodige maatregelen getroffen in de winkel. In de eerste plaats hebben we meer ruimte gegeven aan de verkoopvloeroppervlakte voor de kerstbomen. Daarnaast hebben we een speciale winkelroute uitgezet voor de klanten, zodat ze binnenkomen en dan via die route langs de kerstbomen en dan de andere kant weer uitgaan. Daarnaast hebben we extra verkoopmedewerkers aangenomen om de kerstbomen te verkopen, zodat het allemaal sneller gaat. En last but not least, het belangrijkste is dat de klanten gespreid komen. We zijn eerder begonnen, dus mijn oproep is ook kom vooral alleen en kom door de weeks. Dat de kerst al eerder bij de mensen thuis is, is leuk. Maar hoe blijft die kerstboom goed tot aan kerst? Ja, het is natuurlijk nog erg vroeg om hem nu neer te zetten. Dus ik adviseer wel om de kerstboom gewoon als je een tuin hebt of een balkon, om nog eventjes daar te laten acclimatiseren. Zet je hem toch neer dan in ieder geval wel met een standaard met voldoende water en kerstbomenvoeding wat je hier ook mee krijgt. De vraag om kerstartikelen begint nu dus eerder. Of het volgend jaar ook zo zou zijn, dat is nog maar de vraag. Het feit dat mensen thuis zijn, we weten natuurlijk niet hoe de situatie volgend jaar is. Maar je merkt eigenlijk wel met alles dat alle seizoenen en alle trends steeds eerder beginnen. Dus het zou me niet verbazen als dit blijft.